Dames en heren, jongens en meisjes, een bijzonder goedemiddag en hartelijk welkom bij de 8e en tevens laatste aflevering van dit seizoen op de camping bij SBS6. Nou, dit is dus de Ardèche en dat betekent dus dat we omhoog moeten. 8 kilometer tot aan de camping. Maar met 14 versnellingen en deze Azorbike draai ik mijn hand en hier weer om. Wij gaan vandaag een kano-rit maken. We gaan kano-tocht doen, dat is hier bij ons het Terrieu. Dat is 5 kilometer. Mij kan niks meer gebeuren, jongens. Let's go. Yes. Klaar ben ik er niet voor, maar ik geloof dat ik weinig keuzes heb. Alleen mijn Franse vriend, die kan je dus zo'n sweep geven dat je uiteindelijk gewoon in eerste instantie al omgaat. Man. Zij is Frans kampioen, 113. Ben jij ook even bij? Dat had ik niet moeten doen. Ja, maar dit is top, man. Dit moet je gewoon een keer gedaan hebben. Dit is hartstikke gaaf. Morgen een nieuwe uitdaging. Morgen een nieuwe uitdaging. Ik ben er klaar voor, jongens. We gaan de hoogte in. Ja, toch. Dat weet je toch. Wat is dit? Ik heb het evenwicht van een aardappel, geloof ik. Als je hoogtevrees hebt zoals ik, dan zijn dit wel dingetjes, hè? Christa, wat heb je ons al verwend samen met Theo deze week? Maar we hoeven ook niks aan de barbecue te doen. Nee, ik denk laatste aflevering moet één keer goed gebeuren. En daarmee komt er een einde aan een seizoen, een tweede seizoen op de camping. Tot volgend jaar. Bye. Doei. Doei. Doei.